Hallo lieve mensen, dieren, dingen. Ik vind dat het gewoon weer tijd is voor de Eredivisie voorspelling. Het is wat laat, maar ik doe hem elk jaar. En ik heb al heel lang niet geüpload. Maar ik dacht, de Eredivisie voorspelling, dat moet gewoon elk jaar. Dus ik heb hem weer gemaakt. En we gaan gewoon weer samen de Eredivisie voorspellen. En dan aan het eind van het seizoen er weer achter komen dat ik er totaal naast zat. Maar we gaan het gewoon lekker doen. Dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor een mooie FC Groningen vlogs dit seizoen. En misschien nog een Premier League voorspelling. En dan gaan we gewoon beginnen met de nummer 18. Voordat ik echt naar de nummer 18 ga, wil ik even zeggen dat ik denk dat in de Eredivisie dit seizoen van nummer 7 tot aan nummer 18 echt alles kan gebeuren. De nummer 7 kan uiteindelijk ook 18 worden. En de nummer 18 zou met een beetje geluk ook 7e kunnen worden. Dus de Eredivisie is ontzettend lastig te voorspellen als het om exacte posities gaat. Maar ik ga gewoon mijn best. En op 18 heb ik Excelsior. Ik heb volgens mij nu elk jaar dat ik de Eredivisie voorspelling doe en dat RKC erin zit, RKC op 18 gezet. Maar Excelsior, ja, ik vind het gewoon niet zo'n hele bijzondere selectie. Ze zijn natuurlijk een beste speler, Thijs Dallinga, uit Groningse bodem, zijn ze verloren. En daar is dan niet een wereldspits voor teruggekomen. Dus ik gok dat zij goals gaan tekortkomen en dat ze uiteindelijk gewoon weer eruit vliegen. Ze hebben natuurlijk ook een beetje geluk gehad met dat ze in de Eredivisie zijn gekomen uiteindelijk. Met die rare wedstrijd tegen ADO. Ik denk dat een paar van jullie die wedstrijd wel hebben gezien. Nou, ik gok dat ze er gelijk weer uitvliegen. Ja, en deze is gewoon ook een beetje nog steeds omdat ik het wil. Ik heb op 17 gewoon lekker RKC Waalwijk neergezet. En gewoon omdat ik dat wil. Ik vind RKC Waalwijk gewoon echt zo'n meeclub. En het kan heel erg goed zijn dat RKC gewoon 14e of zo wordt. Die kans acht ik ook nog aardig groot. Want RKC heeft niet een hele slechte selectie. Ze zijn volgens mij niet extreem veel jongens kwijtgeraakt. Michiel Kramer zit er nog aan die tijd verlengd. Maar ik vind het gewoon niet zo'n hele leuke club. Dus voor mij mag het gewoon voep, uit de Eredivisie. Ik heb liever ADO. Maar dit is mijn persoonlijke mening, hè. En dan op nummer 16, de verrassing van de eerste seizoenshelft van de Eredivisie, Go Ahead Eagles. Ja, Go Ahead Eagles is alles kwijtgeraakt wat goed was aan de Go Ahead Eagles. Kees van Wonderen is weg, Cardoba is weg, die is vertrokken, Urad Mangun is weg, nou, dat was een hele goeie. En natuurlijk is Luc Brouwers weg, Luc Brouwers is ook weg. Alles wat goed was aan Go Ahead, die is de laan uitgegaan en er is niet zo heel veel bijzonders bijgekomen. Dus ik hoop dat zij een ontzettend lastig seizoen tegemoet gaan. En daarom denk ik een 16e plek wel realistisch is voor Go Ahead. Dan op nummer 15, de tweede mooiste club uit het Hoge Noorden, FC Emmen. FC Emmen heeft een prima selectie nog steeds. Volgens mij ook niet zoveel jongens weggegaan en een hele mooie selectie met Zivkovic en Kieftenbelt, twee oud-FC Groningen spelers. Dat is geen toeval, want er spelen heel veel oud-FC Groningers bij FC Emmen. Ja, is de selectie best wel versterkt en gok ik dat ze wel boven de degradatiezone kunnen eindigen. Dus ik denk dat een 15e plek voor FC Emmen ontzettend realistisch is. En ik hoop ook dat het gaat gebeuren, moet ik heel eerlijk in zijn. Ja, en dan vanaf hier werd het voor mij echt een beetje een gok. Want wie zet je dan op 14? Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor Sparta. Sparta die natuurlijk net niet is gedegradeerd vorig seizoen. Wel Jonathan de Guzman heeft gehaald. Voor de rest wel Henk Vrezes kwijtgeraakt. Maar maakt dat heel veel uit? Ik weet het niet. Je ne sais pas. Maar Sparta op 14 is denk ik realistisch. Kunnen ze ook 17 worden? Ja, kunnen ze ook 16 worden. Ja. Dus dit is puur gokje. Gewoon gokje. Dan nummer 13. En eerst wou ik hem eigenlijk iets hoger zetten, deze club. Want ik vind het zelf een hele mooie club.
Ik wil eigenlijk ook naar de uitwedstrijd van FC Groningen tegen deze prachtige club. Zondag trouwens. Zondag is de vlog van FC Groningen tegen FC Volendam. Dus die moet je zeker even lekker gaan checken. Maar FC Volendam heb ik op 13. En ik vind toch het duo Henk Veerman en Robert Muren. Dat moet gewoon heel veel goals gaan opleveren. Het kan niet anders. Ze hebben een ontzettend goede trainer met Wim Jonk. FC Volendam, gewoon echt een goede club. Ik wou ze iets hoger zetten. Hebben ze dat niet gedaan? Heb ik er spijt van achteraf? Misschien een klein beetje, maar ik denk dat ze misschien... 13 is gewoon wel realistisch. Ik vind het nog steeds wel hoog voor iemand die net promoveert, maar 13 is wel realistisch, denk ik. Ja, en dan op 12 heb ik NEC. Die hebben gewoon een prima selectie. Daar is helemaal niks mis mee. Je hebt Lasse Schöne, je hebt de Nane die ze hebben gehaald. Het is gewoon een prima selectie. Er zit niet zo heel veel bijzonders in die selectie. Wilfred Boni is weer weg. De 12e plek is gewoon mooi voor NEC en is gewoon helemaal prima. En dan op 11, SC Cambuur. Clubje die het vorig jaar ook een beetje wisselvallig deed. Soms heel goed, soms wat minder goed. Maar SC Cambuur is gewoon een club die wel 11e kan worden. En dat zeg ik zeker. Ik vind het zeker vanaf 10 tot 18. Van 11 tot 18 kan het allemaal schuifje. Dat is echt puur gokje. En zeker, ja. Ze hebben Balk gehad. Remco Balk. Die deed het bij Groningen ooit heel erg goed. Scoorde tegen Ajax toen de winnende in dat coronajaar. Maar ja, dit is echt een puur gok. En dan op 10 SC Heerenveen. SC Heerenveen, een prima club. Een hele leuke club. Met Sidney van Hooijdonk. Die ze weer hebben geleend. Zou het natuurlijk wel een heel erg mooi seizoen kunnen worden voor SC Heerenveen. Die een heel erg goed einde van het seizoen hadden. Waardoor ze nog bijna... Nee, ze hebben de playoffs volgens mij zelfs gehaald vorig jaar. Dus het zou zelfs nog wel iets hoger kunnen worden. Maar ik vind het sterk, maar het zou wel moeten kunnen. Dat krijg ik niet over mijn hart als Groningen supporter. Dus Heerenveen, jullie worden lekker tiende. En dan op 9. Dit is weer net zo'n gokje. Maar wel een gokje waar ik over na heb gedacht. Dat kan je over bijvoorbeeld Cambuur niet echt per se zeggen. Ik heb op 9 Vitesse gezegd. Als je kijkt naar de voorbereiding, ging dat niet heel erg lekker. Bazoer is weg, op Penda is er nog wel. Maar als je ook kijkt naar het einde van vorig seizoen, was Vitesse het helemaal kwijt. Ik denk niet dat ze het weer kunnen terugpakken. En ik denk gewoon dat het een heel verdrietig seizoen gaat worden voor de paar Vitesse supporters die er zijn. Dat denk ik. Slecht voorbereiding, slecht einde van het seizoen. Kan niet in een goed seizoen leiden, denk ik. Dan de verrassing van het seizoen op 8. Fortuna Sittard. Ja. Fortuna. Die vorig seizoen net de degradatie ontsprong op die laatste speeldag. Hè, met Flemming die scoorde en Flemming die een bal in de laatste minuut van de lijn haalde. Je kent het wel. En Flemming die is weg. Daar is wel iemand voor teruggekomen met ontzettend veel klasse. Die ooit nog het Nederlands elftal ontzettend veel pijn deed. Namelijk King Burak Yilmaz. En ja, dat is gewoon een hele goede spits. Maar dat is niet het enige. Want als je dan zegt, gaat Burak Yilmaz dan het verschil maken? Voor een deel wel. Maar dat kan ook een verschil zijn tussen 15 en 10. Waarom dan op 8? Nou, ze hebben Seuntjes nog. Een ontzettend goede jongen. Doet het al heel erg lang goed op Eredivisie niveau. Ze hebben Cordoba gehaald van Athletic Bilbao. Speelde vorig seizoen bij Go Ahead Eagles. Deed het daar ontzettend goed. En is het gerucht dat Mark Diemers terugkomt bij Fortuna. En Mark Diemers is een prima middenvelder. Een middenvelder die bij Feyenoord een beetje is vergeten. Maar bij Fortuna was het echt een sensatie. FC Groningen wou hem ook hebben, maar toen
koos hij voor Feyenoord. Anders hadden we nog wel wat van hem gehoord, denk ik. Goed, een beetje oud zeer. Maar Fortuna Sittard heeft echt een prima selectie. En met deze selectie moet je gewoon achtste worden, denk ik. En de kans van Yilmaz, ja, die is fucking ziek. Die is echt fucking ziek. Dus ik hoop dat we veel goals gaan zien van Burak Yilmaz. Ja, vorig jaar had ik een beetje een blundertje. Vorig jaar had ik FC Groningen op 5. Ik geloof daar nog steeds in, maar alleen op deadline day vertrok iedereen wat goed was aan FC Groningen. En kwam FC Groningen in een negatieve spiraal terecht en daar zijn we nooit meer uitgekomen. Zo erg dat we uiteindelijk maar 6 punten boven de degradatiestreep zijn geëindigd. Dus dat was een heel slecht seizoen, maar toch zet ik ze op dit seizoen op de 7e plek. Omdat gemiddeld halen we dat vaak over de afgelopen 10 jaar. En we hebben wel een nieuwe keeper. Onze keeper Peter Leeuwenburg, ik ga over ons praten. De Groninger keeper FC Leeuwenburg, die heeft ons minimaal 12 punten gekost. Doe ik het weer. Heeft Groningen minimaal 12 punten gekost. Dus als daar een betere keeper staat, heb je al 12 punten erbij. Er zijn blessures geweest, dan hoop je dat dat niet weer gebeurt. En er zijn ook wel redelijke aankopen gedaan met Lian van Gelder, Moussampa, Pellepessi. Dus Sven Rips, tweede keeper van Fortuna, was hij trouwens. Maar hij doet het redelijk in de voorbereiding. Urad Mangun is gehaald. Er zijn ook wat jongens teruggekomen van de huurperiode, zoals Ramon Pascal Lundqvist. Ik denk dat de 7e plek erin kan zitten als het in elkaar valt. Ze hebben ook van Osasuna met 2-1 gewonnen. Dus dat was best wel goed. Voor de rest was het ook wel weer een wisselvallige voorbereiding. Dus FC Groningen kan net zo goed 13e worden, laten we het zo zeggen. Ja, dan hebben we om 6 misschien wel weer een verrassing. En vanaf 6 tot 1, nou ja, nee, vanaf 6 kan het ook weer een beetje schuiven. 6 heb ik AZ. En die hebben gewoon een slechte voorbereiding. Hebben het moeilijk in de Conference League kwalificatiewedstrijden gehad. Carlson gaat misschien nog weg. Ze hebben wel Bazour gehad, maar Mitchell is vertrokken. Wijndal is vertrokken. Dus er zijn weer heel veel jongens weggegaan. En ja, we kennen AZ. Daar komt gewoon weinig voor terug. Dus ik verwacht dat ze een ontzettend lastig seizoen tegemoet gaan. En dat AZ 6e wordt. Dan op 5 heb ik FC Utrecht. FC Utrecht hebben ja, gewoon Bas Dost. Ja, en Bas Dost die moet toch wel minimaal 20 goals gaan maken in de Eredivisie seizoen als hij ja, een goede aanvoer krijgt. Ze zijn wel Quinten Timber verloren aan Feyenoord. Ze hebben wel Henk Vreese gehad, dus dat is wel een goede trainer. Ik denk dat een 5e plek voor FC Utrecht er wel in zit. Gewoon een goede selectie. Moeken. Ik moest zeggen, het zou wel moeten kunnen. 4. FC Twente. Ja, vorig jaar natuurlijk de verrassing van het seizoen. FC Twente, maar er zijn niet heel veel jongens weg. Je hebt nog steeds Ricky van Wolfswinkel daar. Flappy is nu officieel een FC Twente speler. Oenerstal is er nog steeds. Is een ontzettend goede keeper. Wie heb je daar nog meer? Je hebt heel veel goede spelers. En daarnaast is de prijskaart voor heel veel clubs ook te hoog voor spelers als ze die wel willen wegkapen. Brenet is gebleven. En Royans is er nog. Nou, ik zeg alle ingrediënten zijn aanwezig om FC Twente gewoon op plek 4 neer te pleuren. En dan op 3... Feyenoord. Die hebben niet zo'n goede voorbereiding. Hebben het ontzettend lastig in de voorbereiding tot nu toe gehad. Hebben onder andere ook verloren van Osasuna. Maar met Idrissi erbij en Quinten Timber erbij. Je hebt nog de Poolse middenvelden. Kan het wel weer wat worden. Maar ja, ze hebben Malasia verloren. Cyril Dessers verloren. Brian Linsen verloren. Wie nog meer? Dat weet ik niet.
Ze hebben nog steeds wel dat goede centrale duo met Trauner en Senesi. Dus dat is ontzettend ziek. Maar ik denk dat ze niet goed genoeg zijn voor PSV de Ajax. Als ik heel eerlijk ben. Dus een derde plek voor Feyenoord is gewoon goed. Ze zijn te goed voor FC Twente. Te slecht voor Ajax en PSV. Ja, en dan is de vraag, wie denk ik dat er kampioen gaat worden? Er zijn nog twee clubs over, namelijk Ajax en PSV. En wie ga ik dan op nummer 2 zetten en wie ga ik dan op nummer 1 zetten? En ik ga gewoon beginnen een keer. Dat doe ik heel erg. Ja, anders dan normaal. Ik ga gewoon een keer beginnen met op 1. Wie ga ik dan op 1 zetten? En op 1 zet ik PSV. Want die hebben een ontzettend goede transferperiode gehad vooral. De voorbereiding viel iets tegen voor mijn gevoel, maar ze hebben een ontzettend goede transferperiode gehad. Met Gustil, met Luc de Jong, Benitez. En bij PSV is hetzelfde verhaal als bij FC Groningen. Die hadden Joel Drommel en Joel Drommel heeft zo minimaal 12 punten gekost vorig seizoen. Misschien als Benitez op goal had gestaan vorig seizoen, was PSV al kampioen geworden. Ze hebben Xavi Simons gehaald. Het is de vraag, hoe goed is hij, maar... Het is wel een grote naam. Kitjana Hoever hebben ze gehaald. En ik ga zo maar door. Ontzettend goed. Ze hadden het gisteren heel erg lastig tegen AS Monaco. Vooral in de eindfase qua fysiek kwamen ze wat tekort. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ze ook de Champions League kunnen gaan halen. Ja, en als ze die Champions League halen, dan blijven Gakpo en dan blijven Sangaré ook nog. En als die twee blijven, dan durf ik me bijna 100% te zeggen dat PSV kampioen wordt. Ze hebben ook de Johan Cruijffschaal gewonnen natuurlijk van Ajax. Maar ik vertrouw erop PSV. Ik zei het vorig jaar ook. Toen ging het ook lekker aan het begin. Maar toen hadden jullie Roger Smit. Nu hebben jullie Ruud van Nistelrooy. Big Ruud gaat jullie redden. En daarmee zet ik dus op 2 Ajax. En bij Ajax is natuurlijk heel veel weg. Erik ten Hag weg naar Manchester United. Martinez weg naar Manchester United. Haller weg naar Borussia Dortmund. Masmawi en Gravenberg naar Bayern München. Ja, ik moest even nadenken. Is er nou heel veel echt gehaald? Bergwijn is gehaald, de duurste speler ooit in de Eredivisie. Ontzettend zieke transfer. Zat al 2 jaar aan te komen. 2 jaar geleden had je hem voor veel goedkoper kunnen halen. Maar goed, Bergwijn wel ontzettend goede speler natuurlijk. Eigenlijk net iets te goed voor de Eredivisie. Misschien is dat dan de factor waardoor ze wel kampioen zouden kunnen worden. Maar ja, ik gok het niet. Keeper, dat is een probleem. Onana natuurlijk weg. Onana was al niet zo goed meer. En je hebt daar Stekelenburg en Pasveer. Die zijn wel wat te oud. En je hebt Jay Gorter. En dat is gewoon niet het niveau Ajax-keeper. Weet je, dat is een prima keeper voor een club als FC Groningen, SC Heerenveen, Vitesse, Fortuna. Maar voor Ajax niet goed genoeg. Wat moet ik nog meer? Ik denk gewoon niet dat ze het gaan halen. Ik denk dat dit echt zo'n tussenjaartje gaat worden voor Ajax. En dan volgend jaar, dan gaan ze los. Dan krijgen ze 100 miljoen voor Anthony of 120 miljoen voor Anthony. En dan gaan ze dat big spenden aan talentjes. Want ze hebben natuurlijk ook Conchao gehaald. Conchao, Portugees. Dus er zit wel kwaliteit in die van Ajax. Maar ik denk dat het wel even moet groeien. Ook met Schreuder, nieuwe trainer. En als het eenmaal in elkaar valt, dan... komt het vast wel weer goed door Ajaxine. Ajaxine, maak je vooral geen zorgen. Volgend seizoen worden jullie gewoon weer kampioen. Dit was hem dan. Moeten we nog een keer het hele lijstje doen? Dat doe ik altijd. Laten we dat gewoon doen. Op 18 heb ik Excelsior. Dan op 17 heb ik RKC Waalwijk. Op 16 heb ik Go Ahead Eagles. Op 15 heb ik FC Emmen. Op 14 heb ik Sparta. Op 13 heb ik FC Volendam. Op 12 NEC. Op 11 SC Cambuur, op 10 SC Heerenveen, op 9 Vitesse, op 8 Fortuna Sittard, op 7 FC Groningen, op 6 AZ, op 5 FC Utrecht, op 4 FC Twente, op 3 Feyenoord en op 2 Ajax en dan uiteindelijk de kampioen, wat ik denk, PSV. Dit was de Eredivisie voorspelling van dit seizoen. En vond je dit nou een leuke voorspelling, een leuke video?
Daar dan gewoon een blauw duimpje achter. En als ik het genoeg vind, dan maak ik nog ook een Premier League voorspelling. En sowieso is er zondag de FC Groningen vlog. Op zaterdag. Dag zondag, ja. Tegen FC Volendam. Dus dan zie ik jullie daar. Joejoe.